kunnen we stiekem stellen dat het misschien dit album een beetje licht gebaseerd is op het werk van Van Morrison of dat de platen in die categorie? Nou, April is gebaseerd op het werk van Van Morrison, maar van eigenlijk veel meer Ierse singer-songwriters. Ook mensen als Damien Rice en Glenn Henser die nu bekend zijn en platen maken. Ik wil niet zeggen dat onze plaat net zo goed is als die van hun, want die maken prachtige dingen. Maar het is in sfeer en stijl wel degelijk gebaseerd op... Ik geloof dat ik even opnieuw begin. Het is niet alleen gebaseerd op platen van Van Morrison, maar ook op singer-songwriter platen. Ierse singer-songwriter platen van Damien Rice of Glenn Henser die nu platen maken. En ik zeg niet dat onze platen net zo goed zijn als die van hun, maar ik vind wel dat ze eenzelfde soort sfeer uitademen. En daar hebben we ook echt naar gezocht om het op die manier te spelen. Zijn jullie daarom ook naar Ierland gegaan om het op te nemen? Of, Ja, het is geen toeval dat we daar terechtgekomen zijn. Hey, dat klopt op een of andere manier met de platen die daar ook vandaan komen. Dus ik denk dat we, min of meer onbewust hoor trouwens, toch voor Ierland gekozen hebben om als het ware dichtbij dat gevoel te zijn. Plus dat we Pickering, het huis waar we gespeeld hebben, al kenden van een opname die we voor Umoja gemaakt hadden. En toen iemand dat idee opperde van, goh, moeten we dit soort muziek niet daar opnemen? Ja, dat was echt zo'n opmerking van, ja, natuurlijk, weet je, dat gaan we doen. Dat is dé plek om dit soort muziek uit te voeren. Of het nou de donkere variant is of de lichte variant, weet je, dat soort liedjes, klein, akoestisch, live opgenomen, in een huiskamer, past daar. Waarom past het juist daar zo goed? Het paste heel erg goed in Pickering en het Ierse platteland, omdat ook daar een soort van openheid en eerlijkheid en puurheid, dat soort termen komen in je op als je nadenkt over Ierland en de Ierse muziek en ook specifiek over die omgeving. En wij hadden heel sterk het gevoel dat ook precies de sfeer is die wij wilden weergeven met zowel oktober als april, waar het dan... Dat dan twee kanten van singer-songwriterschap zijn. Want ik vind het allebei echt singer-songwriter platen. Veel meer dan platen, popplaten of rockplaten of hoe je onze platen verder ook wilt omschrijven. En dat soort muziek vraagt ook om een bepaalde soort plek. We wilden dat niet in een gewone studio opnemen, omdat dat toch vaak wat klinischer is en... Dat heeft hele andere kwaliteiten, maar we zochten nu juist meer die een bepaalde huiselijkheid en ook een bepaalde kameraadschap. Weet je wel? We hebben ons ook gewoon met elkaar afgezonderd in Ierland. Weet je wel? Verder mocht er niemand mee. Er mochten wat mensen op bezoek komen, heel af en toe, op het eind een beetje. Maar verder waren we echt gewoon heel hecht en intens met die platen bezig. En dan is het ook heel belangrijk op welke plek je dat doet. Ja, is jullie vriendschap er nog sterker door geworden door daar in dat huis te gaan zitten? Ja, ik denk dat onze vriendschap bij iedere keer als we dit soort ervaringen delen met elkaar sterker wordt. En ik denk ook met bijzonder veel plezier terug aan die Pickering sessies, omdat dat huis, dat wordt ook even een paar weken jouw huis en ons huis. En we waren er later nog terug en dan is de studio natuurlijk afgebroken en zo. En dan voelt het ook opeens weer als een vreemde plek. Dat is heel gek. Maar op dat moment is het jouw natuurlijke habitat, hè? De plek waar je moet zijn. En dat gevoel hadden we allemaal heel sterk, denk ik. Je bent dan thuis en dat levert toch uiteindelijk de beste resultaten op, blijkbaar.